Probeer een praatje te houden. Ik ben echt koffiezenuwachtig. Heerlijk, ja, serieus. Ik haal er niet van uit om voor een groep te praten, maar het moet eventjes, dus ik ga mijn best doen. Allemaal welkom. Best wel een bijzondere groep volgens mij. Een bond gezelschap personen. Ik ga gewoon heel kort halen. Wat ik het topste vind is in ieder geval dat er supporters zijn van verschillende clubs hier al. En dan, vooral Ajax. Nou, toen ik hier aan begon, had ik zoiets van, waarom ik? Ik weet heel weinig van voetbal, dus zo ben ik er ook een beetje in gegaan. Als een soort antropoloog die in vreemde stam aan het studeren is. Ik vond het ontzettend leuk, dus ik ben ook veel wedstrijden gezien, met heel veel mensen gepraat, ontzettend veel spullen verzameld, verhalen verzameld en dat allemaal bij elkaar gepuzzeld tot deze doosheid die dus gaat over... Ja, lijkt voetbal op een reduce. Verder wordt het natuurlijk echt op de straten, maar ik vind het ook wel dood dat het een keertje in een museum te zien is. Helemaal als je ziet dat de gemeente steeds vaker en sneller het werk weghaalt, is het wel tof om een keer wat permanents te hebben in plaats van semi-permanents. Dus nu is het eigenlijk voor iedereen zichtbaar. Ja. Nou, ik vind het drie keer niks. Het doet pijn in je ogen. Het is goed dat het dicht bij je rijt zit, de onderkant. En ik hoop dat het wat voor Vermeer is, dat shirt. Misschien dat die er wat in hebt, maar voor mij mag het weg hier. Ja, het juichen pak van Roy Donders. Ik denk dat dit bij mij persoonlijk wel wat afkeer oproept. Althans, dat het niet mijn lievelingsobject op dit museum is. Want ja, ik vind de hype rond het Nederlandse elftal altijd wel erg sneu. Dat ineens huismoeders die niets met voetbal hebben en die er buitenspel van niet snappen en die niet weten wat er ingooien is, ineens. Net doen alsof ze het heel belangrijk vindt dat een stel voetballers een oranje shirtje bent of verliest. Het is een eeuwig spanningsveld tussen de fanatieke supporter die echt in weer en wind naar zijn club gaat en de hype en de massaliteit die dan soms komt kijken bij het Nederlands elftal. En ja, dit vind ik wel de ultieme vorm van sneuheid. En wat dat betreft is het wel goed dat Roy Donders het draagt, want die symboliseert dat bij uitstek, denk ik. Ja, dit is dus gaaf. Een altaartje voor Diego Maradona, zoals dat in Napels in Bar Nilo staat in een café. Deze is trouwens nep, het is een replica. Maar echt nep is hij ook weer niet, want het is door dezelfde kerel gemaakt die ook de echte gemaakt heeft. En die heeft dit als een soort reserve gemaakt. En het belangrijkste is natuurlijk dat die haar van Diego Maradona die daar zit, die is echt. Ik was bij de Ajax-huldiging. Kwam ik deze jongen tegen, Jan Fietmeijer bleek hij te heten, uit Friesland. Had een kettingje op met een Davidster en een hamertje. Dus ik zei, god, waarom het hamertje? En hij was stratenmaker. En ik vond het een mooi verhaal, ik heb een blog over geschreven. Een maand geleden ongeveer kreeg ik een mailtje van zijn zus dat hij plotsklaps overleden was. En ik vond het toen al zo'n aandoenlijke jongen. En dus ik heb haar gevraagd, zei, goh, wat vinden jullie ervan om die vlag die hij bij zich had en dat kettingje in de tentoonstelling neer te leggen. Nou, dat vond ze eigenlijk een heel mooi idee. Dus dit is nu een kleine vitrine voor Jan Fietmeijer geworden. Nou ja, dit doek van Kamp Seedorf, wat ik echt een raar verhaal vind. Ik vind het echt heel erg vet, zeg maar, wat die jongens maken. En volgens mij heeft de Amsterdam Museum het voor veel geld gekocht. Of voor weinig geld, dat maakt daar niet uit. Maar het hangt sowieso in het museum, dat is geweldig. Wat ik dan een heel raar verhaal vind, is dat die jongens plakken ook op straat. Heel veel. Ja, voor mij is het gewoon kunst. En oprecht de kunst, het verlevendigt Amsterdam of de stad. Sowieso. En dat wordt gewoon binnen een dag weggehaald. Dat vind ik echt schandalig. Het is gewoon gratis. Iedereen geniet ervan. Iedereen lacht erom. En binnen een dag haalt de gemeente het weg. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar daar word ik heel emotioneel van.